En dan zijn we in blok 2 aanbeland bij Ramon Aronios, links. En Stan van Sporenburg van THVV, Aarlanderveen en THVV. Twee min of meer buren van elkaar. Heren, goedenavond. Ja, beide even kort terugblikkend op afgelopen zaterdag. Een bekeravontuur. Voor Aarlanderveen liep het verkeerd af, maar ingecalculeerd denk ik. THVV ging door, maar met heel veel moeite. Om bij jou te beginnen, Ramon, was het zo kansloos de 0-4? Nou, nee, dat denk ik niet. De eerste helft voetbal je eigenlijk hartstikke makkelijk mee. Krijgen we ook nog echt wel grote kansen. Ja, voor hetzelfde geld ga je 3-1 voor, ga je de rust in. En dan is het een hele andere wedstrijd. En ja, dan zie je op een gegeven moment toch wel het klassenverschil toenemen. Tweede helft, conditioneel, voetballend. En ja, dan lopen ze er op een gegeven moment overheen. Maar ja, over het algemeen... Nou, geen schande. Maar had je het idee dat Spijkenis het een beetje makkelijk opnam? Of zijn jullie gewoon echt goed gestart en meteen in die wedstrijd gebeten? Nee, ik kan wel zeggen dat we goed gestart zijn. Ja. Dus ja, wat dat betreft... Een beter gevoel dan in de competitie? Een veel beter gevoel dan in de competitie. Ja. Ja. Maar ook in de competitie hebben we eigenlijk een hartstikke goed gevoel. Ja, het balletje valt alleen nog niet helemaal de goede kant op. Nou, dat zal Stan bevestigen, ja. En herkennen. Dus ja, dat is het enige eigenlijk waar we nu tegenaan lopen. Het scoren ook. Dus. Ja, nou, zaterdag tegen elkaar, daar gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben. Stan, afgelopen zaterdag, voetbalfactory, vijfde klasse. Uiteindelijk 1-2, hakken over de sloot. Maar nog steeds de kans richting Europa, zullen we zeggen. Zeker, daar gaan we ook voor uiteindelijk. Maar nee, het was geen beste wedstrijd van ons afgelopen zaterdag. We misten ook een aantal spelers, maar... Soms heb je van die wedstrijden dat... Dan loopt het niet zoals het wil. En ik denk dat het ook wel deels komt door de concentratie van bepaalde gasten bij ons. We dachten het makkelijk over. En wij zijn sowieso de laatste seizoenen niet veel zelf aan het voetballen. We laten graag het spel aan de tegenstander. En ja, zaterdag moesten wij het spel zelf maken. En zelfs tegen een vijfde klasse hadden we schijnbaar moeite mee. Dus dat... Maar heeft dat dan ook te maken met de stroeve competitiestart, dat allemaal nog niet zo lekker in elkaar valt, om het zo te zeggen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat we een belangrijke spelers missen. Erik van Houten is natuurlijk heel te seizoen nog geblesseerd geweest. Is dat nog lang? Want dit heb ik even... Vorige week was hij weer voor het eerst op het trainingsveld. Okay. Dus deze week gaat hij weer meetrainen en tegen Aarlanderveen... Dan schiet hij er gelijk weer 3 in. Laten we het hopen. En nee, verder, ja, het is vorig seizoen viel het wel onze kant op. En dit seizoen... ja, heel cliché om te zeggen, maar eigenlijk niet. Dus, en we missen ook Rodney Paat natuurlijk, onze keeper. Doelman, ja. Ja, die zit voor een half jaar in Costa Rica, dus die komt in december weer terug. Dus ja, dat is ook een hele goede eerste keeper die we natuurlijk missen. Dus is dat eigenlijk. Ja, want jullie hebben één keer gewonnen in 5 wedstrijden, 4 punten inmiddels. En die overwinning... Ja, dat hadden we misschien ook niet helemaal verwacht. Althans, ik niet, toen ik het op Twitter had volgen was. Tegen Dokkels thuis, 0-2. En uiteindelijk... Nee, dat klopt niet. We stonden 1-0 achter. Oh, ik dacht... Oké, okay, sorry. We kwamen 2-1 voor en in de 80ste minuut werd het 2-2. En de laatste minuut scoorden wij de 3-2. Dus dat was... maar ik moet zeggen, kwamen we binnen 5 minuten weer 1-0 achter. Dat hebben we vaker meegemaakt dit seizoen. En... 1-0 met rust. En toen eigenlijk schoten we uit de startblokken. En toen binnen een kwartier was het 2-1 voor ons. En nou ja, je weet hoe het loopt. En toen viel het wel onze kant op, gelukkig. Door eigenlijk de laatste minuut niks traag een heel mooi doelpunt te maken. En dan win je de eerste wedstrijd van het seizoen. Ja, maar dan ontlading, want je hikt er tegenaan van dat moet een keer gewonnen worden. En dat lukt dan nog. Ja. Wel misschien een gelijkspel, dan zat er meer in tegen het einde. Nee, ja, die ontlading was zeker. Ik bedoel, ik denk dat iedereen vloog elkaar de arm in de laatste minuut. Dus dat was wel een mooi beeld om te zien en mee te maken. Alleen... ja, dat was ook wel uiteindelijk wel verdiend, vond ik. Helemaal het spel op de tweede helft waren wij gewoon beter dan Dokkels. Die er gewoon helemaal niet meer in zaten. Dus het is wel verdiend. Terug naar Aarlanderveen. Ook een moeizame start. Nog helemaal niet gewonnen zelfs. Maar in een aantal wedstrijden spreken natuurlijk ook regelmatig spelers en de trainer. Van ja, zo slecht waren we eigenlijk vandaag niet. Alleen het zit wat tegen. Jullie speelden bijvoorbeeld tegen UVS. Een hele goede wedstrijd eigenlijk. 75 minuten lang. Dus er is echt wel perspectief. Maar wat zijn nu de verschillen met de groep van vorig jaar, waar je uiteindelijk als vijfde eindigt? Het scorend vermogen, denk ik. De diepgang vooral. Vorig seizoen zag je gewoon echt dat er continu mensen overheen vlogen. En ja, dat hebben we nu dit jaar wat minder. Veel geblesseerden ook voorin. Ilias, Kilian.
dat zijn toch wel spelers die het verschil ook kunnen maken. En ja, je merkt nu gewoon dat we dat missen. Ja, en dan speel je 3 keer gelijk en dan is winnen lastig. Ja. 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 Ook een nieuwe trainer? Ook een nieuwe trainer. Die weet goed wat hij wil. Het komt er alleen vaak, nog niet helemaal uit. Of niet? Ja. Nee, ja, maar ja, het klinkt heel cliché. Maar ja, kijk, als je nu kijkt hoe het verdedigend staat, het staat allemaal echt wel als een huis. Ja, we scoren alleen niet. Dat is echt het heuvel nog. Hoe is die overgang gegaan van Sander van Dijk, die naar Koudekerk ging, naar Jeffrey van Dijk, die gekomen is bij jullie? Veel aanpassingen. Nou, wennen is logisch, maar hoe gaat dat inmiddels? Nee, volgens mij hebben we elkaar wel redelijk gevonden. Het is af en toe nog een beetje aftasten, nou, bijvoorbeeld in het aanvallen. Van, ja, nou, hoe gaan we dat nou eigenlijk doen? Gaan we met de backs hoog? Gaan we opkomende backs? Of doen we via de as? En ja, dat is nog een beetje wennen aan elkaar. Maar ik denk op een gegeven moment als dat er helemaal in zit en die automatisme er ook in zitten, dat we gaan scoren en ook daadwerkelijk gaan winnen. Ja, ja, want Aarlanderveen was een beetje de te kloppen ploeg een periode. En ja, dat is nu even anders. Hoe is dat dan binnen de club? Is er dan onrust? Of, Nee, we weten ook van elkaar wat we kunnen en wat we aan elkaar hebben. En ja, net wat ik zeg, kijk, op het moment dat we gaan scoren, dan neemt het vertrouwen toe. En dan ga je ook echt wedstrijden winnen. Dus ja, op het moment dat we een keertje 4-5-0 gaan winnen, dan... Nou, 1-0 is ook dan genoeg, is het weer los. Ja, of beter 4 keer 1-0 dan. Hè? Ja, maar het is ook wel eens lekker om een keertje in een wedstrijd... Ja, lekker te voetballen en ook daadwerkelijk doelpunten te maken. Dus. Ja, maar wel even wennen. Aarlanderveen deed de afgelopen jaar goed mee bovenin. Haakte op een gegeven moment af. Niet van de lange adem, zeg maar. Maar ja, dan is zo'n start toch wel opvallend eigenlijk. Ja, ben ik met je eens. Ja. Maar al moet ik zeggen, vorig jaar hadden we deze start ook. En toen werden we ook winterkampioen. Dus, ja, want toen verloren jullie op de eerste speeldag van THVV. Ja, klopt. Dat hakte er meteen aardig in. Koudekerk verloor ook toen volgens mij. De eerste 2 wedstrijden zelfs. Ja, klopt. Maar niet bij de kampioen. Ja, dus er is nog helemaal niks aan de hand. Dus, Daarom. Dus ja, alles is nog mogelijk. En dat vertrouwen dat hebben we ook nog steeds. Ook binnen de groep. Dus. Ja. Hey Stan, nou is er bij TVV eigenlijk, voor zover ik dat meekrijg, bijna nooit onrust. Het is altijd allemaal wel prima. Nou, 3e klasse. Ik hoorde Giel zelfs misschien al wel zeggen, nou ja, als het moet is 4e klasse voor ons ook goed. Giel Scholten, de voorzitter. Giel Scholten, de voorzitter, ja. Jonge, zeer fijne voorzitter. Warm ontvangst dat op jullie. Maar goed, een beetje ambitie zit er toch wel in. Hè? Ludo Pistorius, jullie trainer. Ja. Ja, toch wel een gedreven man ook. Zeker. Dus nee, wij gaan er natuurlijk wel voor om gewoon te handhaven dit seizoen. En eigenlijk zo hoog mogelijk te eindigen. Ja, want dat is de insteek. Gewoon wel weer handhaven. Dan ja, ik denk hetzelfde als vorig seizoen. Dus eigenlijk wel gewoon middenmoot, bovenin middenmoot meedraaien. Vorig seizoen uiteindelijk 60 geworden. Dat is wel een mooie plek voor ons. Natuurlijk 2 jaar geleden veel mensen weggegaan bij TVV. Dus veel moeten inpassen met nieuwe jongens. Ook een beetje aan het einde van het seizoen dat je nog net even die punten nog binnenhaalde. Ja. Ik was erbij bij Zwammerdam uit die wedstrijd. Ja, ja. Ook vorig seizoen heel eerlijk ook wat overwinningen gestolen hier en daar. Dus, maar goed. Oh, je kijkt meteen naar je buurman. Want je won 2 keer tegen Aarlanderveen. Ja, zeker. Vorig jaar 2 keer gewonnen van Aarlanderveen. Dus dat is altijd lekker om van de buurman 2 keer te winnen. En, nee, maar dit seizoen uiteindelijk denk ik... Het is wel een verzwaarde klas natuurlijk waar we in zitten. Met die jongens die erbij zijn, of de ploegen die erbij zijn gekomen. Maar ik denk gezien de tegenstanders voor nu... Dat we wel gewoon hetzelfde als vorig jaar middenmoot... Misschien bovenaan middenmoot mee kunnen draaien. Alleen dan moeten de punten wel snel komen. En Erik van der Hout moet snel aansluiten. Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld Nick Stravis scoort nu ook lustig op los. Dus de laatste 2 wedstrijden 3 keer gescoord. Ja, maar sowieso een belangrijke pion natuurlijk. Zeker, zeker. Ja. Dus nee. Is dat nog een dingetje, Aarlanderveen? Leeft dat meer dan veel andere tegenstanders? Of zeggen van, ja, weet je, ze hebben een plezier. Zeker wel. Helemaal in deze competitie dit jaar. Want we natuurlijk eigenlijk is Aarlanderveen de enige echte derby bij ons. Ja. En ik denk bij de meeste gasten, zoals Erik, die werkt met een paar gasten van Aarlanderveen volgens mij. En Ramon ken ik van vroeger. Dus, nee, die wil ik altijd wel winnen. En ook wel... Het gaan we tot het gaatje daarvoor eigenlijk. Zullen we het gewoon op de kleine klassieker houden dan deze week? Ja. Woensdag natuurlijk de grote, maar in de Veen is dat echt een dat kleine klassieker. Ja. Ja, 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 tuurlijk. Ook veel drukker dan anders? Ja, wel drukker dan normaal. Ja. Dat merk je wel. Dat merk je tegen Nieuwkoop ook, tegen TAF. Ja. Altior is ook nog een... Altior, ook altijd drukker. Ja, lig jij wakker van zo'n wedstrijd of gaat dat wat ver?
Nee, dat gaat wel wat ver. Ja. Maar je wil wel revanche halen. Twee keer verloren vorig jaar. En kennelijk twee keer niet helemaal terecht. Als ik hem dan hier tegenkom, dan is het helemaal dat ik denk... Nou, ja, zaterdag mogen de eerste drie punten wel binnengeslepen worden. Ja, ja. Ben jij trouwens een beetje tevreden over je eigen spel dit seizoen? Goed, het is even stil. Ja, ben ik tevreden. Je kan niet tevreden zijn als je met nog geen één keer drie punten hebt gepakt. Maar ik denk... Dat is team dan, maar voor jezelf... Ik denk dat ik wel een stabiele factor ben dit seizoen. Ja. Op mijn eigen goal na dan. Oké, die heb ik dan even gemist. Okay. Ja, ik wilde er niet over beginnen, maar jij begint er zelf over. En voor jou? Ja, redelijk. Vorig seizoen, einde van het seizoen, vaak wissel gezeten. Ook door een blessure, die ik overigens tegen Aandeweeën opliep. Dus, het vuurtje wordt aardig. Had hij daarmee te maken? Nee, helemaal niet. Maar laatste seizoen veel wissel gezeten. En dit seizoen speel ik veel. Dus op dat gebied gaat het wel beter. Alleen ja, voetbal moet gewoon beter. Maar ook gewoon in het team, maar ook bij mezelf moet het wel gewoon beter. Maar op zich, het gaat redelijk. Maar het kan altijd beter. Oké. Hij heeft THVV natuurlijk wel een aantal goede jaren gekend. Zelfs in de tweede klasse. Daar ook nog aardig meegedaan. Het heeft ook wel met lichtingen te maken. Ja. En het dorp kan natuurlijk niet plukken uit een enorm arsenaal. Zoals dat bij Aarlanderveen net zo is. Nee, dat klopt. Dus bij ons, wij doen het vooral uit jongens uit de Aar eigenlijk. En daar zijn ze ook heel trots op. Wat Giel ook zegt. Giel zou liever met hetzelfde elftal met jongens uit de Aar alleen maar in de vierde klas voetballen. Dan alles overal vandaan plukken. En met een... ja, met de legioen of die gewoon niet kent. Dus Ter Aar is wel altijd, die is wel trots op het eerste eigenlijk altijd. Want al lopen wij door het dorp heen, dan in de supermarkt word je ook aangesproken door kinderen, bij wijze van spreken, van succes zaterdag. Dus, dus nee, dat is altijd wel leuk in Ter Aar. Dat heeft ook wel zijn charmes. Ja. Een bijzondere voorzitter, denk ik, Giel. Ja, nee. Giel ken ik al echt al lang. Ik was 16 of 17 toen ik het eerst bij het eerste kwam. En ook door Giel. Ook wat weekendjes weg met Giel meegemaakt. Dus dat was heel, heel gezellig. Dus een topfan, topvoorzitter. En ik kan zelf ook heel goed met hem vinden. En wat laatst waren we ook vorig jaar bij jullie bij de loting voor de LHV. Ook met z'n tweeën. Dus dat was ook een hele gezellige avond uiteindelijk. Dus, Hij wilde maar niet weg. Het was al afgelopen. Maar, We sloten met z'n tweede deur af daar. Dus precies. Goed, dat doen we wel vaker overal. Dus dat was wel gezellig. Ja, alleen maar leuk. Hoe is dat bij Aarlanderveen? Ik vind dat de kantine bijvoorbeeld heel veel sfeer ademt met al die sjaaltjes, et cetera. Maar volgens mij is er ook wel een vaste kern heel vaak aanwezig. Ja, je merkt echt dat we in de loop der tijd toch wel een vriendengroep zijn geworden. Er zijn veel wisselingen, maar over het algemeen de kern blijft. Die doet zaterdag, zondag ook van alles met elkaar. Dus je merkt wel dat daar een stijgende lijn in zit. Ja, wat ik ook zo prachtig vind, ik ben niet heel vaak bij jullie, daar ben ik eerlijk in. Maar die koeien daarachter, die dan op een gegeven moment... ja, dat is toch een geweldige ambiance, wat er bij zo'n club hoort ook, denk ik. Ja, het is weer eens wat anders. Ja. Ja. Ik moest het toch even kwijt. Ja. Ik zie ze nog zo allemaal over. Ik dacht, dat maak ik niet vaak mee. Ja, we hebben er ook hele fotoreportage van gemaakt deze tijd. Maar dat is heel wat anders. Maar goed, zaterdag moet het dan gebeuren. Maar dat geldt eigenlijk voor jullie beiden. Even een voorspelling nog tussen beide heren. Want we moeten gaan afronden. Maar begin even bij jou, Ramon. Nou, dan gaan we toch 2-0 voor Aarlanderveen. Ik verwacht zelfs, Erik is dan weer terug. Nick Saver in vorm. 1 tegen doen, denk ik 1-3 voor TVV. 2-0, 1-3 genoteerd. En dan nog even voor het grote werk, Feyenoord-Ajax. 1-1. 4-0 Feyenoord. 3 of 4-0? 4-0. We gaan gelijk afronden. Ja. Goed, maar wel bedankt in ieder geval. En succes in de... Ja, heel veel succes. Dank jullie wel. Ja? Oké, merci. Ik doe even een paar kilometer breken.